En dan nu graag Karien Stronks over de gezondheidsverschillen. Goedemiddag, dames en heren. Bent u er allemaal nog? Want u hebt heel wat cijfers over u uitgestort gekregen tot nu toe. Ben ik te verstaan? Kunt u daar wat aan doen? Dank u. Ik vroeg of u er nog bent, want u heeft heel wat cijfers over u uitgestort gekregen vanmiddag. En ik vrees dat ik er nog een aantal bij ga storten. Dus ik hoop dat u nog even de aandacht erbij kan houden. Wat ik zal doen is focussen op gezondheid. Zoals net door de voorzitter al werd gezet, we hebben het dan eigenlijk over de afhankelijke variabelen. Alle gevolgen van deze ongelijkheid waar we het vanmiddag over hebben in inkomen en vermogen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van leven en specifiek gezondheid? Nederland is een land met een relatief goede volksgezondheid. We hebben relatief kleine inkomensverschillen, alhoewel na de vorige spreker valt er dus nog wel wat op af te dingen. Maar internationaal gezien staan we niet zeker niet aan de top. Maar desondanks hebben we ook verschillen in gezondheid binnen de bevolking. En daar wil ik verder op inzoomen. Op drie thema's. Ik wil die verschillen heel kort beschrijven. Wat zijn die gezondheidsverschillen in Nederland? De tweede vraag, kunnen we er wat aan doen? En als derde vraag, hoeveel ongelijkheid in gezondheid accepteren we? Allereerst de eerste vraag. Wat zijn die verschillen in gezondheid in Nederland? Hoe zien die eruit? En Richard Wilkinson noemde net al een gegeven wat hij kent uit de internationale literatuur over Nederland. En dat is dat de verschillen in levensverwachting in Nederland tussen hoog en laag opgeleide ongeveer 6 à 7 jaar bedragen. Met andere woorden, de lager opgeleide hebben 6 à 7 jaar minder lang te leven in Nederland dan de hoog opgeleide. En ik spring even naar die indicator opleiding, omdat we in dit onderzoek veelal dat als indicator voor sociaal-economische positie gebruiken. Meer dan inkomen. En dat heeft te maken met dat dit gegeven in heel veel onderzoek beschikbaar is. Daar waar het inkomen in onderzoek waar ook naar gezondheid wordt gekeken, veel minder vaak geregistreerd wordt of nagevraagd wordt. Wat je ziet in dit plaatje is dat er, en dat, daar wees Richard Wilkinson ook al op, het is geen sprake van een onderkant versus de rest van de samenleving. Het is echt een gradiënt. Dus ieder stapje hoger op de, in dit geval, opleidingsladder levert meer gezondheid op. Die verschillen worden nog groter als je kijkt naar ongezonde levensverwachting. Dat is een maat die in feite combineert hoe lang mensen leven, gecombineerd met de gezondheid tijdens dat leven. En daar hebben we verschillende indicatoren voor. Bijvoorbeeld ervaren gezondheid. Dus we vragen mensen van hoe staat het met uw gezondheid. En dan zien we als we die indicator gebruiken, en dat ziet u in het meest rechtse plaatje, mensen met een als goede ervaren gezondheid, dat de verschillen tussen hoog en laag opgeleide dan oplopen tot 16 tot 19 jaar. Met andere woorden, als een man op 53-jarige leeftijd met een lage opleiding met zijn gezondheid begint te sukkelen, dan heeft een hoogopgeleide man nog 16 jaar in een goede gezondheid te gaan. Dus dat zijn hele grote verschillen tussen opleidingsgroepen. Ik focus nu even op opleiding, maar als we kijken naar andere indicatoren voor sociale positie, zou je het kunnen zeggen, maatschappelijke factoren of social determinants, zoals Richard Wilkinson het noemt, dan zie je ook verschillen naar bijvoorbeeld etnische herkomst. En ik heb hier een andere indicator meegenomen, dat is het voorkomen van hart- en vaatziekten. En u ziet daar al een wat meer gemengd beeld. Daar waar we voor de sociaal-economische indicator zien dat het eigenlijk consistent is, lager opgeleide hebben een slechtere gezondheid dan hoger opgeleide, verschilt het bij de mensen van allochtone herkomst, om dat woord toch maar even te gebruiken. In Den Haag mag het niet meer, maar ik gebruik het toch nog even. Uit welke etnische groep ze komen. U ziet hier bijvoorbeeld het zwarte balkje, dat zijn de mensen van Surinaamse afkomst. En daar is bekend uit dit soort statistieken dat daar meer hart- en vaatziekten voorkomen dan onder de Nederlanders. Waarbij het in dit geval is weergegeven als relatieve risico's. Dus het risico van mensen om de hart- en vaatziekten te ontwikkelen ten opzichte van in dit geval de autochtone bevolking. Een wat gedifferentieerd beeld dus, wat voor een deel ook weer samenhangt met die sociaal-economische verschillen. Want als je controleert in statistische termen voor sociaal-economische status, dan nemen deze verschillen iets af. Maar er blijven ook grote verschillen tussen etnische groepen over die met andere oorzaken dan sociaal-economische factoren samenhangen. Hoe ontstaan die gezondheidsverschillen?
Voor een deel heeft dat te maken met het selectiemechanisme, sociale mobiliteit, waar Richard Wilkinson het ook al over had. In de zin van dat die sociale mobiliteit ook gedreven kan worden, bepaald kan worden door iemands gezondheid. Zieke mensen verliezen hun baan, gaan er daardoor hun inkomen op achteruit, heel simpel gezegd. Maar dit zogenaamde selectiemechanisme is wel duidelijk minder belangrijk dan het omgekeerde effect, dan wat wij noemen het causale effect van opleiding of inkomen of etniciteit op gezondheid. Dat causale effect is verreweg het belangrijkste, maar er zitten wel een heleboel factoren tussen. Het is niet zo dat je direct als gevolg van een lage opleiding een lagere levensverwachting heeft. Dat heeft te maken met een spreiding van gedragsfactoren over opleidingsgroepen. Maar ook met de psychosociale mechanismen, zoals Wilkinson ze noemde. Misschien ook wel een beetje met gezondheidszorg, met name in het kader van de etnische verschillen zien we daar een rol voor. Als ook met omgeving. Ik heb daar de factor gedrag even wat dikker gemaakt, omdat het blijkt uit onderzoek dat de verschillen in gezondheid zoals we die in Nederland kennen voor een heel groot gedeelte samenhangen met gedragsfactoren zoals roken, overgewicht, etc. Worden deze verschillen nou groter in de loop van de tijd? Deze verschillen in gezondheid? Eigenlijk kunnen we die vraag niet goed beantwoorden. En dat, die constatering hebt u vanmiddag al vaker gehoord. En dat vind ik toch eigenlijk wel iedere keer weer heel verbazend. In een land als Nederland waar we zoveel onderzoek doen en zoveel registreren, dat we zo'n vraag naar trends vaak toch heel moeilijk kunnen beantwoorden. Maar voor zover we daar gegevens over hebben, lijken deze gezondheidsverschillen niet kleiner te worden. En er zijn zelfs aanwijzingen dat ze in de loop van de afgelopen decennia groter zijn geworden. En u ziet daar één plaatje hiervoor wat betreft rookgedrag. Dat gaat wel niet over gezondheid, maar een oorzaak van gezondheid. U ziet dat die rookverschillen in de loop van de tijd onder vrouwen in ieder geval iets groter zijn geworden in de afgelopen 10 jaar. Wat te maken heeft met het feit dat de afname van rokers in de hoogopgeleide groep sneller verloopt dan in de laagopgeleide groep. En dat is een heel bekend patroon wat je ook voor heel veel andere oorzaken van gezondheid en ook uitkomsten van gezondheid ziet. Hoger opgeleide die meer profiteren van positieve ontwikkelingen dan de mensen met een lage opleiding. Dit even als schets van hoe we ervoor staan. Grote verschillen in gezondheid. De vraag is, kunnen we daar wat aan doen? Ja, daar kunnen we zeker wat aan doen. En een eerste aanwijzing daarvoor is dat er internationale variatie is. Dus de verschillen in gezondheid zijn niet in alle landen even groot. Wat laat zien dat er dus ruimte is voor verbetering, om het maar even simpel te zeggen. Je kunt ook zeggen, kijk, die onderliggende oorzaken, inkomensverdeling, sociaal-economische verdeling, opleidingsverdeling, die is te beïnvloeden en daarmee zou je ook die gezondheidsverschillen kunnen verkleinen mogelijk. En ook de factoren die tussen opleiding en gezondheid liggen, die meer directe risicofactoren, directe oorzaken zoals gedrag of omstandigheden als huisvesting, kan je natuurlijk proberen ten goede te verbeteren in bepaalde opleidings- of inkomensgroepen. En ik geef daar één illustratie van op basis van een onderzoek wat wij zelf aan het doen zijn en vorige week officieel hebben gepresenteerd rondom het krachtwijkenbeleid. Ik weet niet of u die term nog kent. Ik mag hem eigenlijk ook niet meer gebruiken, want het krachtwijkenbeleid bestaat niet meer. Maar het ging om het beleid van minister Vogelaar, geïnitieerd door minister Vogelaar, wat in 2008 tot 2012 is ingezet in een 40-tal achterstandswijken in Nederland. En die wijken die zijn verbeterd op het gebied van een aantal leefsituatieindicatoren. Daar kom ik zo op terug. Die achterstandswijken zijn natuurlijk bij uitstek de wijken waar je ook die gezondheidsproblematiek ziet toenemen. Ziet de accumulatie in feite van die gezondheidsproblematiek ziet. En dat ziet u op dit plaatje. Even aan de linkerkant ziet u de mensen met een minder goede gezondheid. En daar worden de achterstandswijken in Nederland, dat is het groene balkje vergeleken met de rest van Nederland, het paars balkje. En u ziet dat er minder mensen een goede gezondheid hebben, met een verschil van zo'n percentage van 7-8% in die wijken dan in de rest van Nederland. Dus de vraag was eigenlijk van ons onderzoek, is door het krachtwijkenbeleid zijn die twee balkjes wat dichter bij elkaar gekomen? Zijn we erin geslaagd door de situatie in die wijken te verbeteren op het gebied van een vijftal thema's, zoals de minister die destijds, of het kabinet die gekozen heeft, wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Als we daar nou de situatie verbeteren, zien we dan ook gezondheidsverbetering.
Daarbij moet ik dus vermelden dat het beleid niet is ingezet om de gezondheid te verbeteren. Maar omdat we weten dat dit factoren zijn die op de gezondheid van invloed zijn, mogen we verwachten dat er ook een positief effect op de gezondheid van uitgaat. Nou, dat hebben wij onderzocht aan de hand van databestanden zoals we die van het CBS gebruikt hebben, zoals de Pols-enquête. We hebben in iedere jaren, in een bepaalde periode, hebben we de enquêtes, antwoorden op de enquêtes met elkaar vergeleken. Dat noemen we herhaald cross-sectioneel. Het gaat dus steeds over andere mensen. En we hebben dat gedaan voor de periode 2004 tot 2011. 4 jaar dus voordat het beleid werd ingezet en 3 jaar tijdens de periode van het beleid. En ik pak er 1 element uit. Wij vonden lang niet voor alle indicatoren die we bekeken hebben een positieve ontwikkeling in die krachtwijken. Dus bijvoorbeeld overgewicht hebben we bekeken, zagen we niet veranderen. Maar voor een aantal andere indicatoren zagen we wel degelijk positieve veranderingen in de krachtwijken. Geïllustreerd zijn hier met de indicator mentale gezondheid. Een vrij uitkomst waarop je wel een effect zou mogen verwachten, denk ik, omdat het een meting is van hoe mensen zich voelen, hoe ze in het leven staan. En wat we zagen is dat in die wijken waar een grote investering was gedaan, dat hebben we even de intensieve wijken genoemd, de wijken waar integraal werd gewerkt op die 5 thema's die ik net noemde, als ook op hele grote schaal activiteiten zijn ingezet, dat waren ongeveer de helft van die 40 wijken, zagen we die mensen in die wijken mentaal gezonder worden. Dus aan het begin van de periode 2008 was 73% gezond, aan het eind van die periode zijn 79% dat ze zich mentaal gezond voelden. En dat was tegen de achtergrond van een stabiele trend in wijken waar minder intensief was geïnvesteerd. Dus daar zagen we eigenlijk weinig veranderingen. Terwijl je in Nederland als geheel in die periode een verslechtering kunt waarnemen, waarbij het percentage van 85% naar 82% afnam, mogelijk onder invloed van de economische crisis. Dus wij vonden enige aanwijzingen dat je zou kunnen zeggen dat het krachtwijkenbeleid de negatieve effecten van de crisis op gezondheid als het ware heeft gedempt, heeft afgezwakt. Dat als voorbeeld van dat we er wel degelijk iets aan kunnen doen. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk, wat willen we eraan doen en hoeveel ongelijkheid accepteren we op dit gebied? Als je dan kijkt naar zowel de internationale als de nationale uitingen op dit gebied, rapporten of discussies, dan overheerst toch heel vaak het gevoel van dit zijn verschillen die we niet mogen accepteren in een land als Nederland. Het is zo'n welvarend land waar we in leven, dat we dan in een situatie zitten dat mensen als gevolg van hun sociaal-economische positie gezondheidsschade lopen, dat mensen als gevolg van hun sociale positie minder lang te leven hebben, dat is iets wat we niet mogen accepteren. Een soort morele verontwaardiging zou je kunnen zeggen. En ik heb hier 2 uitspraken opgeschreven waarvan de laatste deze week is uitgekomen bij een rapport van de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, waar de wethouder Erik van den Burg, VVD-achtergrond, zegt, als we deze verschillen zien, en die zien we, dan is dat iets wat we in ons land niet mogen accepteren. Geldt die morele verontwaardiging ook voor de oorzaken waar we het hier over hebben? Die oorzaken van die gezondheidsverschillen. Daar zit toch een rare tegenstrijdigheid in ons denken. Want als je kijkt naar de oorzaken van die gezondheidsverschillen, dan kijken we daar vaak heel anders in morele zin naar. Bijvoorbeeld de verschillen in gezondheidsgerelateerd gedrag. Ik noemde al de factor roken, vermoedelijk voor 25% van de verschillen verantwoordelijk. Als we die willen bestrijden, als we daarvoor pleiten als wetenschappers, worden we vaak beschuldigd van betutteling. Dan gaan we het hebben over menselijk gedrag waar we niks over mogen zeggen. Als we het hebben over verschillen tussen culturele groepen, dan zijn dat misschien dingen die we moeten accepteren. Ook al hebben ze effecten, negatieve effecten op de gezondheid. Als in bepaalde groepen bijvoorbeeld een andere eetcultuur bestaat. En dat contrasteert heel erg met dat beeld wat we hadden van die ongelijkheid in gezondheid die niet acceptabel is. Sociaal-economische ongelijkheid, nou daar gaat het natuurlijk vanmiddag helemaal over. Niet vanzelfsprekend dat we die willen verkleinen, dat daar politieke wil voor bestaat. Met name denk ik over de verdeling van die inkomens of opleidingsverschillen, dat daar heel veel discussie over bestaat. Misschien wel minder over de onderkant. En misschien komen we daar nog in het debat ook op terug. Het aardige, denk ik, van het debat wat Richard Wilkinson heeft aangezwengeld, of al heel lang voert eigenlijk,
gebundeld in het boek The Spirit Level, is dat hij het argument inbrengt dat iedereen beter af zou zijn als we die ongelijkheid zouden introduceren. En dat lijkt me ook een punt om in de discussie ook nog te bespreken, hoe dat zich verhoudt tot de verdeling. Als gevolg van die, dus aan de ene kant de morele verontwaardiging over dat die verschillen in gezondheid niet mogen bestaan. Aan de andere kant toch heel veel twijfels of we die verschillen in die oorzaken van die gezondheidsverschillen moeten aanpassen. Denk ik dat er een hele grote impasse is ontstaan in het beleid op dit gebied. We roepen al jaren dat we er iets aan moeten doen, maar feitelijk wordt er niet zo heel veel aan gedaan aan die gezondheidsverschillen en zie je ze zeker ook niet kleiner worden. Concluderend, in Nederland, ik hoop het te hebben laten zien, grote verschillen in gezondheid, ondanks de geringe inkomensongelijkheid in internationaal perspectief, voor een deel zeker vermijdbaar, en ik gaf daar één voorbeeld van een beleidsmaatregel die de afgelopen jaren is ingezet, die vermoedelijk heeft bijgedragen aan een verkleining van die gezondheidsverschillen. Desondanks, als we daar een stap mee verder willen komen, denk ik dat we heel expliciet dat debat zouden moeten voeren over hoe verhoudt die morele beoordeling van die ongelijkheid in de uitkomstmaten zich ten aanzien van de morele beoordeling van de oorzaken van die gezondheidsverschillen. Dat is wat ik u vanmiddag wilde meegeven. Hartelijk dank voor uw aandacht. APPLAUS